Samantha, de finale. Hou op, schrijf uit. Ik ben helemaal gek van de zenuwen. Op van de zenuwen. Maar het moet nu gebeuren. Gingen de repetities goed? Repetities gingen heel goed. Gisteren was ik heel, we hebben 2 dagen gerepeteerd. Gisteren was ik heel gespannen en besefte ik ineens heel erg goed waar ik eigenlijk allemaal in zat. En dat moet je eigenlijk niet beseffen, want dan krijg je juist de zenuwen. Dus ik had gisteren de hele dag een brok in mijn keel, het ging niet lekker. Maar nu vandaag, ja, het gaat gelukkig allemaal hartstikke goed en ik zit lekker in mijn vel. En ik ben er klaar voor. Ja, wat is er eigenlijk allemaal afgelopen week gebeurd? Want jullie hadden het allemaal best wel druk, toch? Best wel druk. Ik heb mijn huis niet gezien, laat aan mijn bed. Het is gek huis geweest, echt waar. Ja, promotieweek en we zijn overal nergens geweest om maar downloads binnen te krijgen. En gelukkig is me dat wel aardig afgegaan, ja. Noem eens iets, wat was nou het allerleukste wat je afgelopen week hebt gedaan? We geven huiskamerconcerten weg. We zijn de Haagse Markt opgegaan, waar natuurlijk echt het volks kan je niet krijgen. Dat is de Haagse Markt. Onder andere dat, ja, ik heb allerlei bekende Nederlanders promofilmpjes in laten spreken. En die hebben allemaal stuk voor stuk dat ook gedaan, weet je, van Steun Samantha, download de single. Ja, geweldig. Als je nou terugkijkt op het hele bloed, zweet en tranenavontuur, wat is er dan eigenlijk jou het meest bijgebleven? Nou, ik hoop dat dat de finale wordt. Maar het moment wat meest bij is gebleven, dat is denk ik toch wel het moment dat ik door was. Dus zeg maar de allereerste ronde dat Geer en Rox drukte en dat ik wist dat ik op de stoel mocht gaan zitten. Nou, of je er uiteindelijk op blijft zitten, dat is een tweede. Maar goed, dat je in ieder geval goed genoeg was om te drukken. Dat was voor mij een bevestiging van al die jaren werken, dat je dus inderdaad gewoon meedoet.